Maar zo gefeliciteerd, hoe groot is de opluchting? Nou ja, zeker grote opluchting. Ja. Ja, ik, op een gegeven moment dan denk je van nou, kijken of we nog een punt uit kunnen halen. En dan valt de penalty nog 10 minuten en een rode kaart voor de tegenstander. Buiten het feit dat ze ook al wat vermoeid raakten. Dacht van nou, dan moeten we nog maar even alles op alles zetten. En dat hebben de jongens fantastisch gedaan. Ja, toen wel, tot dat moment creëerde de ploeg gewoon te weinig. Ja, eerst zelf wel Mannix een kans. Bal voor zijn voeten in de 16. En wel wat gevaar, maar niet echt de grote kansen. Tegenstander ook niet. Tegenstander voornamelijk gevaarlijk uit standaard situaties. Ik vond een bal op de lat nog. Bal op de lat, dat schot. Maar wel van heel ver. Dus ja, het was in evenwicht. En dan moet er soms wat gebeuren om een wedstrijd open te breken. Nou, dat is dan hun call. Waarbij wij onszelf kunnen verwijten dat het uit een ingooi is. Ja, wat moet je daar dan doen? Ja, nou goed, dan moeten we nog een keer naar kijken en nog een keer over hebben. Het is echt nu even te kort na de wedstrijd, maar ja, dat is gewoon slap. En daar kan je bijna niet tegen aanvoetballen. Nou, vandaag kon het dan wel, maar dat was een kantje woord. Ja, dan wordt het uiteindelijk 1-1. Een prachtige steekbal op Jordi van Delen. Die wordt aan zijn arm getrokken, strafschop. Ik vroeg je gisteren nog van als er een strafschop op wie neemt. Maar de vraag was nu makkelijk, hè? Want Kolder was inmiddels al gewisseld. Maar Rick schoot hem prachtig binnen. Ja, hij schoot hem onberispelijk binnen. En ik moet zeggen dat Jordi en Raymond daar echt goede dingen deden aan de rechterkant. Maar Jordi is de laatste tijd bij veel van onze doelpunten betrokken als rechtsback. Dus dat is wel grappig. Ja, klopt. Klopt. Het is mooi dat ik weer mijn bijdrage heb kunnen leveren in deze overwinning. En iedereen weet dat ik een aanvallende back ben en dat ik veel in die positie terechtkom. En nu in deze wedstrijd weer. En nu beloont het met een penalty. Ja, en ik heb het idee dat jij steeds beter in je ritme komt. En dat het steeds beter gaat lopen. Ja, ik voel me goed. Ik ben laatste week goed op dreef, denk ik. Dat zien meer mensen ook. Maar ik blijf iedere wedstrijd gewoon 100% mijn best doen. En ik geef alles in de wedstrijd. En mooi dat het nu weer beloond wordt. Toch zag het er lang naar uit dat Emmen hier punten zou laten liggen. Want tot aan die 1-1 was het niet goed. Nee, klopt. In de eerste helft hebben we niet heel goed voetbal gespeeld. Het was meer lange bal en fysiek, meer duels voetbal, zeg maar. Alleen in de tweede helft komen we 1-0 achter uit een klusbal, denk ik. En daarna proberen we gewoon te blijven voetballen en beloofd met de penalty dan. En met de rode kaart van hun. En dan hebben we nog hopen, dan hebben we nog denk ik 10 minuten spelen of zo. En dan gooien we alles of niets en dan valt hij gelukkig goed voor Erik Sandanzo. En die maakt de bevrijdende 2-1. Ja, zeker. Vooral omdat ik die daarvoor niet scoorde. Maar ja, ik heb vertrouwen in mezelf gehouden. Ik bleef positief en ik wist dat ik nog een kans zou krijgen. En ik wist dat ik die ook af zou maken. Ja, maar je voelde het aankomen. Hè? Jullie waren in die laatste fase sterker. Ja, die kans er vlak voor al gaat. Ja, het was gewoon wachten op dat ene prikbelletje en die kwam. Ja, het was goed dat we bleven voetballen. En zoals ik al zei, ik wist dat ik een kans zou krijgen. Want elke wedstrijd krijg je meestal wel een kans. En ik voelde het gewoon. Dus ik bleef gewoon rustig en ik wachtte op mijn kans. Je hebt ook genoeg spelers die nadat ze zo'n grote kans missen hun hoofd laten hangen en dan die bal niet meer maken. Jij bent gewoon mentaal sterk. Ja, misschien wel, maar ik wist dat ik nog een kansje zou krijgen. En gewoon positief, want het heeft geen zin om met mijn hoofd omhoog te gaan lopen. Dus gewoon, ik heb één moment nodig om de wedstrijd te beslissen en dat is ook gebeurd. Ja, natuurlijk moeten we gewoon deze lijn weer doortrekken. Het is alleen jammer dat we vorige week een minder week hadden. En ik denk dat we alle vertrouwen uit deze overwinning moeten tanken en dat het dan allemaal goed komt. Iedereen heeft wel weer de strijd geleverd en dat wat er nodig is. En we zijn blijven voetballen en dat is ook belangrijk. En je kan wel eens ongeduldig worden, maar de bal is rondgegaan. Soms moet hij nog eens een keer terug naar Dennis. Ondanks dat je achter staat en nog maar 20 minuten te spelen hebt, toch de bal weer terug, opnieuw beginnen. We hebben een beetje moeten schreeuwen vanaf de kant. In beweging blijven. En uiteindelijk hebben ze het fantastisch gedaan. En lekker, je bent de volgende speelronde in de Jupiler League vrij. Je hebt 9 punten uit 4 wedstrijden in de periode. Je kunt wachten wat de concurrentie gaat doen, dat is ook wel eens lekker. Ja, nou goed. En ik vind dat wij deze 3 weken kunnen gebruiken om 1 te herstellen en 2 ook nog een paar trainingen echt hard aan de slag te gaan. Dat komt ons goed uit. We kunnen het nu prima periodiseren naar de volgende wedstrijd. We doen het met een hele kleine groep. Gelukkig komen er steeds meer terug. Ik vind dat wij in scherpte nog wel wat omhoog kunnen. Als je nu haar had, hoeveel grijze haren waren erbij gekomen? Ik denk dat alles grijs geweest was dan.